Gutierrez. En hier Rosales. Nebensilio. En Promes. Vlag blijft omlaag. Nou, dan is het een buitenkansje, wil ik zeggen. Maar hij gaat ook buiten. Castaños. Bengtson. Nebensilio. Promes. Weer het paasje. Snel gegeven. Weer Castaños. Ja. Toch maar weer zelf schieten. Of was het een voorzet voorbij aan Breuer. Maar geen probleem voor Johnson. Doe Kolwijk. Slechte paas. Zorgt ervoor dat de NEC wat ruimte heeft. Voor een goed schot. Goede redding ook van Marsman. Het was een mooie poging van Convoy. Marsman blijft staan. Een appel voor Hens. Higgler wijst breed uit dat hij daar niet van wil weten. Vermeil. En de vlag weer omhoog. En dus mag NEC hier niet verder. Ja, de bal komt op de arm. Weer het balletje geprobeerd daar achter de verdedigers van NEC te leggen. Daar is nog niet echt gezien vanavond, maar zijn tijd zal nog wel komen. Rosales hier bij de tweede paal. Mooie redding ook van Johnson. Dat is niet zo best gedaan van Higden. Castaños weer. Maar dan is het nog de rebound voor Egan en heeft Twente dan toch de voorsprong. Weer stuit Castaños. Identiek op Johnson. Maar nu is hij er. Alsof hij dacht, nou dat kon wel eens zo lopen als in de derde minuut. Tadic. En voor het doel is Castaños. Maar die kan hier met geen mogelijkheid bij. Wel nog Promes. Rosales. Tadic, Rosales. Het gaat steeds lekkerder lopen bij Twente. Het is 2-0. Promes maakt het af. Een mooie vloeiende aanval. Besloten met een prima treffer van Quincy Promes. Ook zijn vierde van het seizoen. Maar zo wordt het een hele vervelende avond voor NEC. Tadic gleed even weg. Het zal zo'n beetje het laatste zijn voor Twente in de eerste helft. Higgler kijkt op het horloge. Dit zal nog wel even mogen. Ja, Castaños. Zijn derde keer vanaf die kant. En de derde keer is Johnson met de voet de baas. Het was wat stilletjes allemaal in de eerste helft. Maar nu is het toch het staal om staal open als je voor Twente bent. Spel wel verder. En als dit geen buitenspel is, is dat de eerste serieuze kans voor NEC. Dit is meteen een hele goede. NEC doet weer mee. Rex. Het iets brutaler gaan voetballen levert al na bijna 8 minuten spelen in de tweede helft. Het resultaat op. NEC komt terug. Rex, daar is hij weer. Balletje is lang onderweg, maar goed voorgekropen. 2-2. Dat lijkt eigenlijk een kansloze voorzet, maar Jantscher kopt hem binnen. Gelooft erin en gaat naar de bal toe, terwijl ze bij Twente verder staat te slapen. En zo hebben ze binnen een kwartier alles gerepareerd. Lijbe Cabessi. Bal niet bij Rex, maar kijk eens, de meeste van Twente staan gewoon de hele tijd te slapen. Jantje komt door. Rex is snel. Bengtson met een overtreding. Die, ja, wat geef je? Dan was het door hoor, Rex. Kijk, dan is Rex op het doel af hoor. Dan is Rex op het doel af wat mij betreft. En dan komt Bengtson goed weg. Tadic, mooi tussendoor. De verse schilder. Op het hoofd van Smofs, maar dat is niet echt lekker. Corona. Bal stuit af. Terug bij Rosales. Ebensilio en dan Promes. Beste kans voor Twente.
in de tweede helft. Tadic, alles gaat via de linkerkant. Promes is daar ook, maar kan niet worden bereikt. Breuer rost de bal weg. En Twente heeft hem alweer in het spel gebracht via Gutierrez. Die bal daar aardig voorzet. Smofs, de rebound is er nog. Maar niet hard genoeg. Rosales. Goed, tactisch ingegrepen door Anton Jansen. Eerste helft voor Twente, tweede helft, zeker het eerste gedeelte voor NEC dat op mooie wijze terugkwam en daarmee een punt verdient. Gefluit is voor de thuisploeg. En NEC viert een feestje en bij Twente kijken ze vertwijfeld om zich heen. Hoe kan dit nou toch weer? Twente en NEC eindigen hier in de Grolsvesten op 2-2.